Bij de herstelwerkzaamheden in de haven van Rotterdam wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde Dipper Dredger, een Amerikaans drijvend werktuig dat vaak dienst doet bij het opruimen van koraalriffen. Met deze machine, die ons door de Amerikanen in bruikleen is afgestaan, worden zware betonbrokken uit het water voor de kaden verwijderd. Natuurlijk wordt vaak bot gevangen. Maar als het raak is, is het meestal goed ook. Hier komt een klein stukje van maar 7000 kilogram. Naar Rotterdam gaat het apparaat naar Kaapstad, waar het zal assisteren bij de vergroting van de haven aldaar.